Daryl Janmaat, kun je na lange tijd eindelijk weer eens 3 punten pakken? Gaat het in de laatste seconde fout? Hoe teleurstellend is dat? Ja, heel teleurstellend. Ja, zeker. Als je het wedstrijdverloop ziet, dan doe je er eigenlijk alles aan om gewoon op die 1-0, kom je terecht op 1-0. Ja, laatste, en dan de laatste bal die hun erin komt, dat is wel heel teleurstellend. Jullie hebben keihard gewerkt vandaag. Waren die 5 minuten blessuretijd dan net te veel? Nee, dat niet, man. Ze hebben denk ik, moet ik zeggen, 1 kans. Het laatste, ja, die valt erin. Dat is gewoon slecht verdedigd. Man. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat het een onverdiend gelijk spel was, als ik je zo hoor. Wat ik zei, ik denk dat wij de betere waren. Nee, dat wij de grotere kans. Thomas natuurlijk nog met die kans ervoor. En Amar een paar keer in het zijn net. Maar... Is deze tik hard voor mannen? Ja, het is wel. Het is wel vervelend, maar we moeten door. Zeker in de tweede helft speel je gewoon een hele goede wedstrijd. Biedt dat dan ook perspectief in het vervolg? Bijvoorbeeld tegen Telstar aan komen. Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben natuurlijk nu maandag Telstar, dus we moeten zorgen dat we er een vervolg aangeven. En hopelijk doen we dat. Hoe benader je dan de wedstrijd tegen Telstar? Want die komt natuurlijk vrij snel na vandaag. Ja, hoe benader je dat? Ja, je hebt niet zo heel lang natuurlijk. Je hebt morgen en zondag. Dus je moet gelijk de kopjes bij elkaar. En je kan denk ik wel terugkijken op een goede wedstrijd. En hard gewerkt. En alleen zonder dat we niet die 3 punten hebben overstreep kunnen trekken. Maar als we zo spelen tegen Telstar, dan ben ik ervan overtuigd dat we een overwinning halen. En vandaag maak je ook weer je rentree na een lange afwezigheid. Is dat wel fijn om dan weer je minuten te maken in de ploeg? Ja, tuurlijk. Ja, dat doe je uiteindelijk voor. Dus ik ben blij dat ik vandaag wat minuten heb kunnen maken. En ik denk dat deze wedstrijd ook wel vertrouwen geeft richting maandag tegen Telstar. Ja, tuurlijk. We moeten ook. Ik denk dat we moeten ons focussen denk ik, nu op de na-competitie. Ik denk dat het... Natuurlijk wil je nog rechtstreeks promoveren, maar we moeten wel realistisch blijven. En, ik weet niet, het gaat volgens mij nu 9 of 10 punten. Dus ik denk dat... Natuurlijk, we willen alles winnen. Dus je weet nooit wat er gebeurt. Maar we moeten denk ik de ploeg in ieder geval zo fit mogelijk krijgen. Om uiteindelijk ook die na-competitie, als we het niet gelijk halen, dan... om daar zo goed mogelijk in te zijn.